Vis je dieper dan 40 meter, dan wordt de kans groter dat je ook vissoorten als leng en lom aan de haak slaat. Wil je echter gericht op deze soorten vissen, dan moet je toch echt in grotere diepten en dus noodgedwongen met zwaarder materiaal gaan vissen. Vang dan wel eerst wat haring, het betere aas om grote leng te verschalken. In de avonturen met rustig weer vanuit je bootje het ondiepe verder landinwaarts gelegen fjordgedeelte afvissen op wijting en schelvis is ook prima ontspannen sport. Garnalen, stukjes vis of mosselen zijn prima aas. Ook hier komt diezelfde spinhengel weer goed van pas.
Wanneer je regelmatig je kunstaasjes te water laat, kom je van allerlei rakkers tegen. Je zag al dat prachtige lipvisje dat in menig aquarium niet zou misstaan, maar ook zeeduivel en poon laten zich zo af en toe zien. Zo onderweg, varend van de ene naar de andere stek, kom je nog wel eens wat concentraties meeuwen tegen. Meestal is dat wel een teken van visactiviteit. Zeker als de meeuwen duikend boven het water vliegen, is de kans groot dat een school makreel actief jacht maakt op kleinere prooivis. Gooi dan maar eens met je spinhengel een lepeltje in het tumult. Een uit de kluiten gewassen poldersnoek kan er niet tegenop. En ze blijven maar tekeer gaan, die makrelen. Geweldig mooie sport. Dit is heel schoon gewerkt, maar... Wat is weer daar? Yes. Niet te volgen. Thank you.
Ha, 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 ha.